Hey, ik ben Klim van SLV. Waarom wordt de weergegeven levensduur van mijn lichtbron niet behaald? Want op de verpakking of in de handleiding, in de brochure van de lichtbron en specifiek van ledlichtbron staat vaak een levensduur vermeld, meestal in branduren. Dit is een gemiddelde waarde die wordt behaald of gemeten onder ideale omstandigheden. Maar er zijn heel veel factoren van invloed op de levensduur van een ledlichtbron. Denk aan temperatuurschommelingen of warmte. Denk aan mechanische verstoringen zoals trillingen, stoten of vallen. Pieken of wisselingen op het stroomnetwerk. Maar ook bijvoorbeeld een incorrecte installatie. De verkeerde dimmer of een te zware belasting ervan. Een 230 volt lichtbron in een gesloten armatuur. Bijvoorbeeld een GU10-lampje in een buitenlamp. Een gesloten buitenlamp. Kan door invloed van warmteontwikkeling minder lang meegaan dan dat er op de verpakking staat vermeld. De levensduur van een ledlichtbron wordt bovendien uitgedrukt in bijvoorbeeld een L70 of L80 indicatie. Wat betekent dat na bijvoorbeeld 25.000 branduren nog 70% van de verlichtingssterkte behouden is. Je lichtbron is dan dus niet kapot, maar brandt gewoon veel minder fel dan dat die oorspronkelijk deed. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook naar de andere video's, onze social media, de website op www.hulpbijverlichting.nl.